zit hier met Leon Winkler, hier bij Ubisoft. Leon, je was natuurlijk PR voor Nederland. En nu ben je omhoog geklommen op de Ubisoft ladder. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat zeg maar voor jou is gegaan? Ja, dat kan ik zeker. Ik ben 8 jaar geleden voor Ubisoft begonnen met werk. Toen op een gegeven moment kwam mijn baas erachter, marketingdirecteur van Ubisoft Benelux, dat er iets meer potentie in me zat dan puur... Weet je, marketing is zo leuk, maar dat cijfertjes en dat Excel sheets en presentaties, en dat vind ik leuk, maar echt niet bijzonder spannend. En dus op een gegeven moment zei ik van, weet je wat, misschien is het leuk om PR en events te gaan doen. Dat heb ik toen gedaan nadat ik 1 keer meeging naar de E3. En ik zo goed verkennelijk had gezorgd voor alle persmensen en voor mijn baas. Dat die soort van, nou, dit mag je vaker doen. Zei hij in eerste instantie van, nou, ik wil dat je PR gaat doen. Ik zei, oké. En ik zei, maar ik wil ook wel events er eigenlijk bij. Ik kan nu niet PR en event manager ervan maken. Slash. Ja, inderdaad. Dus oké, doe maar. En sindsdien ben ik eigenlijk voor Ubisoft Nederland bezig geweest met alle events die we op te zetten. Zoals bijvoorbeeld de Assassin's Creed launch parties die we hebben gedaan. De Just Dance Fashion Show vorig jaar gedaan. First Look natuurlijk, niet te vergeten. En op een gegeven moment bleek, omdat ik vrij actief ben op social media, dat ik een bepaald imago had op een positieve manier. Toen kwam op een gegeven moment de algemeen directeur van Ubisoft Benelux naar me toe. Nee, hij kwam niet naar me toe. Hij belde me s'avonds laat. Dus ik had in eerste instantie al zoiets van, oh shit, we moeten morgen even praten. Doe ik echt zoiets van, ze hebben het altijd over me en we moeten morgen even praten. Weer op het kantoor volgende dag. Een deurtje van zijn kantoor ging dicht toen ik binnenkwam. Toen kwam allemaal zoiets. Oh shit. Toen kwam mijn directe manager er ook nog bij zitten. Dus ik had het is een slecht nieuwsgesprek. Ze vragen voor je, want er komt een functievrij in het eventsteam op het hoofdkantoor. En ze zouden willen weten of je interesse hebt daarin. Dus ik zei van ja, natuurlijk heb ik interesse. Toen kreeg ik een videoconference call met mijn nieuwe bazin. Die mij uitlegde wat de functie precies inhield. En ik dacht in eerste instantie, naïef als ik af en toe kan zijn, van nou, ze wil me gewoon in het team hebben. Ze wil dat ik deel uitmaak van het eventsteam, wat al heel erg cool is. Ze wil dat ik leiding zou geven aan het team. Ze wil dat mijn visie voor hetgeen wat ik in Nederland deed, dat ik het op een wereldwijde schaal zou uitrollen. Dus toen heb ik echt zoiets van, wauw, are you shitting me? Weet je, heb je mij? Little old me? Ga je mij daarvoor vragen? Nou, je bent nu dus weer wat hoger opgeklommen. Waarschijnlijk blijf je hier wel even comfortabel zitten. Heb je verder nog ambities om nog hoger die toren te beklimmen? Nou, weet je wat het is? Ik ben niet iemand die heel erg denkt in concreet, ik wil dit en ik wil dat gaan bereiken. Voordat ik voor Ubisoft werkte, maak ik tv-programma's. Daarvoor was ik DJ. Dus het is een soort van heel vage flow die ik maar gewoon daar maar mee volg. Ik heb niet gesolliciteerd voor deze functie. Ze hebben mij gevraagd. Ik doe dit nu net nog niet eens een half jaar. Ik zie wel waar het schip strandt, maar ja, heb ik ambities? Tuurlijk heb ik ambities. Tuurlijk heb ik wel een idee van, nou, ik zou het wel leuk vinden om dit en dit nog allemaal te kunnen doen. Wel allemaal binnen Ubisoft. Want ik moet zeggen, ik heb voor veel bedrijven gewerkt. Maar Ubisoft is een van de bedrijven waar je gewoon jezelf te zijn. Om jezelf naar een hoger niveau te brengen. En daar ondersteunen ze je in. En dat vind ik heel erg fijn. Ik ben wat dat betreft heel loyaal. Ik werd aangenomen op basis van eigenlijk ervaring die ik had met het tv-programma. Omdat ik het tv-programma zelf had opgebouwd dat ik destijds deed. En dat werd ook populair en dat heet dus kennelijk marketing. Dat is iets wat Ubisoft heel erg goed in is. Geven mensen een kans. Dat heeft mij laten groeien tot de persoon die ik nu ben en waar ik nu zit. En het feit dat ik dan nu leuke eventjes als Gamescom of E3 of GDC of Comic-Con, weet je, dat soort dingen, dat ik me daar tegenaan mag gaan bemoeien. Gewoon een of andere gast uit Nederland opgegroeid in Horen of all fucking places. Weet je, come on. Mijn doel was toen ik Gamescom ging doen, is eigenlijk gebaseerd op een bepaalde filosofie. En de filosofie is zonder de fans, zonder de mensen die de 300.000 mensen die hier rondlopen over de 4 dagen, zonder die gasten en meisjes had ik nooit deze baan kunnen hebben. Als we al zo'n groot event als Gamescom doen, iets neerzetten voor de fans. En dat was mijn insteek. Ik wilde ervoor zorgen dat de fans zich, of de fans of de consumenten, of hoe je dat ook wil noemen, dat ze zich welkom voelen op onze booth. Gelukkig hebben wij een heel breed scala aan verschillende titels. Tot een Just Dance, tot een Assassin's Creed. Weet je, het is compleet twee uitersten. Alleen het zorgt er wel voor dat je een heel brede doelgroep aanspreekt. Het is heel grappig om dan twee titels te hebben die zo compleet uit elkaar liggen, maar er wel een soort van pijler zijn voor ons bedrijf. Want zonder een Just Dance hadden we geen Assassin's Creed kunnen maken. Zonder een Assassin's Creed hadden we geen Just Dance kunnen maken. Iedereen kent Just Dance, iedereen speelt Just Dance. Ook al geeft niemand het toe, iedereen speelt het. Zeker op het moment dat je gedronken hebt. Je wil niet weten, toen ik nog de PR en events in Nederland deed, hoeveel weekenden ik toen bijvoorbeeld op een Tina-dag die game heb moeten demoen met tienduizenden gillende meisjes die dan aan het dansen zijn. Weet je. Ik heb geen drank nodig om te dansen. Ik ben gewoon goed. ik ben een beest. Je bent nu natuurlijk meer met events en dergelijke bezig. Krijg je nu ook meer gevoel bij de games? Want voorheen was je natuurlijk misschien meer aan het lullen over een bepaald spelletje. En nu ben je misschien meer betrokken bij de game? Het is, ja, weet je, ik zie nu games nog eerder dan ik ze al zag toen ik nog PR deed. Het haalt wel wat van de magie af. Want ik speel nu nog minder games eigenlijk. Maar tegelijkertijd
ben je nu met mensen bezig. En je bent nu bezig, weet je, een E3 is zeg maar professionals waar je daarmee bezig bent. En persoonlijk ligt mijn voorkeur bij de fans. Weet je, ik ben iemand, ik laat me leiden door energie. Ik laat me leiden door, dat klinkt heel soort van zweverig en zo. Maar ik vind het, je krijgt heel veel soort van energie terug van de mensen die echt gepassioneerd de game spelen. Die gasten die een Assassin's Creed tattoo met een Assassin's Creed tattoo rondlopen. Dat zijn de echte dedicated mensen. Of mensen die 10 uur, 20 uur per dag, 20 uur, whatever, per dag aan het spelen zijn. Daar doe ik het voor. En ik weet nog, na de E3 had ik een gesprek met mijn bazin. En ik was gewoon flabbergasted over gewoon de grootsheid van het geheel. Dus op een gegeven moment dat ik met mijn bazin aan het praten. En over het feit van, wauw, weet je, wauw, ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen. En zei ze, weet je, je moet je beseffen het feit van, ja, het is heel erg groot en ja, we investeren er heel veel in. Maar, en toen kwam ze inderdaad met het hele verhaal van, we hebben 9000, besef je dat er 9000 mensen hierdoor kunnen leven, hierdoor werk hebben, een carrière kunnen opbouwen, een gezin kunnen onderhouden. En dat maakt het allemaal waard. En het was grappig, eergisteren was ik met de grote baas van Ubisoft, Yves Guillemot. We hebben een rondje gelopen over consumentenstand om gewoon sorry, ik bedoel niet zeg maar van, oh ja, kijk mij eens. Maar het kwam toevallig, ik kwam hem hier tegen en hij was net onderweg naar de consumentenstand. Ik dacht van, nou, aangezien ik hem gebouwd heb, is het misschien wel handig dat ik hem even een rondje leid. En dan ben je een beetje met die gast aan het praten. Ik ben echt een heel aardige, echt een heel coole gast. En dan hoor je ook dat hij belichaamt wat Ubisoft voor mijn gevoel is. Laagdrempelig, warm. In basis is Gamescom een consumentenbeurs. Dus naar mijn gevoel staat de consument altijd op de eerste plek. En dan nog heel discussies met de Duitse collega's over het feit van, de Duitse collega's die staan aan mijn kant. Het is een consumentenbeurs, de consumenten moeten voor. Dan heb je nog de PR-kant aan de andere kant. Zeggen, ja, maar er zijn ook journalisten en die moeten ook nog naar de consumenten zetten. Die moeten een fastpass hebben, bla 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 bla. Ja, nee, dat moet je voorstellen. Er staan ze al achter u in een rij te wachten en dan komt er een groep met journalisten aan die zij niet kennen. Die loopt zo voorbij de rij en die gaat het theater in of die gaat die hands-on doen waar zij al achterop aan het wachten zijn. Wat voor beeld geeft dat? Wat voor beeld geeft dat naar de fans die de moeite doen om ten eerste €60 uit te geven voor een kaartje? Ten tweede de moeite doen om 8 uur lang in een, 8 fucking uur in een rij te gaan staan, waardoor ze maar 1 game per dag kunnen zien. Dat kan niet. Wat voor beeld geef je dan als groot bedrijf af van, dan is het zo van deze naar de fans. Nogmaals, het is een consumentenbeurs dit. En dan moet je ervoor zorgen dat zij ten alle tijden op de eerste plek staan. Je krijgt natuurlijk te maken met budgetten. En nu is de sky een beetje de limit, want je zit nu hoger. Ja. Zijn er bepaalde projecten waarvan jij denkt van, dat wil ik nog doen? Wat ik heel graag wil doen is niet zozeer voor een bepaalde titel of een bepaalde brand binnen de Ubisoft-familie. Het is iets wat ik zou willen doen voor Ubisoft. En dat is iets wat ik nu ook al probeer te doen hier met Gamescom. Naar mijn gevoel heeft Ubisoft iets wat de andere partijen niet hebben. Wij hebben een bepaalde quirky sense of humor, een bepaalde quirky persoonlijkheid. We zijn allemaal persoonlijkheden. En ik zou heel graag Ubisoft meer willen pushen als zijnde van Ubisoft eerst en daaronder hangen de brands. Ubisoft moet een soort van seal of approval worden in mijn gevoel. En dat je vanuit de corporate brand kan denken zonder dat het te corporate wordt, zonder dat het pakken en dassen en zo wordt. Want dat zijn wij niet. Wij zijn, je hebt waarschijnlijk die posters hier buiten gezien. De posters die hier buiten hangen van die mensen, dat zijn mensen die voor Ubisoft werken. Dat zijn geen ingehuurde mensen, dat zijn gewoon letterlijk collega's van ons. Serieus? Er zit ook iemand van mijn team die hangt er. Dat meisje met Get That Loot, die hangt hier verderop. Een Aziatisch meisje, zij is iemand van het events team. En dat vind ik heel erg cool. Het feit dat je dat blijkt, dat zou mijn project zijn. Om nog meer te laten zien wie wij zijn. En ik denk dat we daarmee ons zo erg kunnen onderscheiden van de rest. Dat je in plaats van fans, ambassadeurs krijgt. Mensen die het voelen. Die echt zo van, kijk, dit is Ubisoft. Dit is hier. Het gevoel van familie is echt compleet doorwoven door alles wat wij doen. En dat is iets waar ik denk dat we, dat familiegevoel, weet je, een soort van warm bad als mensen ons naar ons toe komen. Of mensen met, op wat voor events dan ook. Of het nou op een consumentenstand is of op een business booth, mensen moeten zich welkom voelen. Dat warme gevoel van, we mogen hier zijn. We mogen hier lekker een drankje aan de bar halen. We mogen hier lekker aan de bar blijven hangen. Niet dat je gelijk weggekeken wordt door een of andere chagrijnige PR-dame die dan zoiets van, maar je hebt geen afspraken, opzouten. Nee, dat is onzin. Weet je. Kom lekker hangen. Jullie zijn welkom. Nou, goed om te weten, Ubisoft is dus eigenlijk als thuiskomen. Zo voelt het voor mij wel, ja.
Ja. Dat is, dat is een quote die je gaat gebruiken inderdaad. Oh, nice. Sowieso. Ubisoft is als thuiskomen, zegt Leon Winkler.